The Dutch case focuses on industrial hazards at Chemelot, a multi-user industrial site in the municipality of Sitter-Geleen in the region of South Limburg. The site is surrounded by residential areas and highways. An incident, such as a fire or a spill, can have major consequences. The wind can carry chemical substances or smoke to nearby residential areas. If this happens, people have to go inside. Children and the elderly are less capable of bringing themselves to safety. LINX focuses on improving crisis and risk communication through identifying specific information needs, enriching risk communication plans, building a community, public and private organizations, local communities. This means working on better relations in the cold phase and using ambassadors. In het project LINX hebben we samen met de veiligheidsregio Zuid-Limburg workshops gehouden voor groepen in de omgeving van Chemelot, zoals scholen, gezondheidszorginstellingen en ondernemers. Het belangrijkste wat ik heb geleerd in die workshops is dat de boodschap die geldt bij een incident op Chemelot is: ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet de ventilatie uit, zet de radio aan. Een boodschap waarvan ik van altijd van dacht, waarom is dat nou zo moeilijk? Dat die heel moeilijk blijkt te zijn in bijvoorbeeld die situaties als een school, als een ziekenhuis. Als je een ziekenhuis hebt waar heel veel mensen naartoe komen, heel veel mensen binnen zijn, je operaties bezig zijn en je stopt de ventilatie, dan gaan de operaties niet door. Het geldt ook voor scholen waar het alarm gaat en de kinderen opeens naar binnen moeten, waar bezorgde ouders misschien naar de school toe komen terwijl het helemaal niet de bedoeling is. Dat is dus veel ingewikkelder dan ik altijd dacht. Wat we daar in die workshops hebben bereikt, is dat we deze groepen mensen hebben leren nadenken, oké, wat moeten wij doen als het alarm gaat? Die kunnen zich daar beter voor op voorbereiden, die hebben hun crisiscommunicatieplan aangepast. Dat is allemaal winst van LINX. Sinds het LINX-project zijn we veel intensiever gaan samenwerken met Chemelot als partner. En dat gaat verder dan alleen praten, dat gaat echt door samen te werken in de praktijk en te kijken wat kunnen we doen om deze regio veiliger te maken en te houden. En dat doen we door het werven van ambassadeurs om ons heen. Mensen uit de regio die in het verenigingsleven zitten of bij andere instanties. Om echt aan te kunnen voelen wat speelt er bij die mensen, hoe kunnen wij daar vervolgens op inspelen, maar ook door hun achterban te gebruiken. Want zij staan daar veel dichterbij en misschien zijn zij wel degene die die boodschap zouden moeten overbrengen. Offline creëren we een community om op te halen wat er dan speelt, waar mensen bang voor zijn of wat praktische bezwaren zouden kunnen zijn om een handelingsperspectief uit te voeren. En die informatie gebruiken we eigenlijk om haarscherpe content te creëren op onze social media kanalen en om die social media kanalen vervolgens ook verder uit te bouwen. En dat is iets dat heb je natuurlijk niet binnen een paar maanden geregeld. Dat is iets van een lange adem, dus we gaan hier ook sowieso mee door, ook als het LINX-project is gestopt op een gegeven moment. In LINX zijn een aantal interessante producten ontwikkeld. Eén daarvan is FeelSafe. Het is een internetsite met allerlei opdrachten voor kinderen van de lagere school, waarbij kinderen leren over welke risico's er zijn en hoe zij daarin weerbaarder kunnen worden. Dat programma gaan we uittesten bij de PABO, de lerarenopleiding, om te onderzoeken kunnen we dat lespakket ook in Nederland toepassen. Daarnaast gaan we een inruimoefening filmen op een lagere school. De bedoeling van die oefening is dat die school ervan leert. We maken daar meteen een video van. En in die video komen de lessen te zitten die voor deze school van toepassing zijn, maar waar ook veel andere scholen uit de omgeving hun lessen uit kunnen trekken.